Goedemorgen allemaal bij dit derde deel van het webinar over LCA's, waar we als hoofdthema hebben gekozen voor wat speelt er in de markt van LCA's. Ook vandaag hebben we weer een mooi programma voor samengesteld, waarbij een aantal experts vanuit SGS vandaag u meenemen over de ontwikkelingen die er zijn rondom LCA's en daarbij behorende regelgevingen en vormen die er verschillend zijn. Dat zullen we gedeeltelijk doen hier vanuit Culemborg, waar Ulrich en ik aanwezig zijn. Ondersteund door Yvonne, die ons op de achtergrond helpt met alle techniek. En Harry van Ewijk, die dat doet vanuit zijn locatie in Amsterdam. Alvorens met de inhoud te starten, eventjes al eerst een aantal huisregels die we hebben opgesteld. Zoals aangegeven, het webinar wordt opgenomen, zodat het later zowel door u als wellicht door anderen nog nagekeken kan worden op een later tijdstip. Daarnaast staan alle camera's automatisch uit met de webtool die wij gebruiken. Dat betekent dat alleen onze camera zo af en toe aanstaat om ons in beeld te hebben. Dus u bent zelf niet in beeld, dan weet u dat van tevoren alvast. Zo ook hebben we iedereen op mute gezet om te voorkomen dat er eventuele verstoringen in het geluid zijn. En ik zie al dat ik de eerste fout al gemaakt heb, maar goedemorgen bij deze, want ik had blijkbaar een goedemiddag gezegd, vermoed ik. Dat sluit gelijk aan bij hetgeen inderdaad al druk gebeurt, zie ik. Er is inderdaad een openbare chatfunctie in beeld. Daar kunt u rechts de vraag stellen. Nu vooral de goedemorgen wensingen zien wij inderdaad. Dus dank daarvoor. Maar heeft u een vraag, gebruik je dan vooral de chat. Dus er komt geen mogelijkheid om sprekend uw vraag te stellen. Maar stelt u gaande het webinar de vraag vooral. Wij zullen na ieder onderwerp zullen we een aantal keer ook de gelegenheid stellen om een aantal vragen te beantwoorden door de expert die op dat moment aan het woord is geweest. Aan het einde hebben we nog een keer een gelegenheid om ook wat vragen te behandelen. Mochten we niet alle vragen die in de chat worden gesteld kunnen behandelen tijdens dit uur, dan zorgen wij ervoor dat deze later in de Q&A naar u wordt toegezonden per e-mail. Dus wij zullen alle vragen en antwoorden dan nog onder elkaar zetten, allemaal beantwoorden en op die manier aan u verstrekken, zoals u dat als naslagwerk nog kunt gebruiken. Dan even een korte introductie van de sprekers die er zijn. Allereerst Ulrich Hofstra, die met zijn jarenlange ervaring op het gebied van LCA en aanverwante methodieken u zal meenemen in twee van de drie onderwerpen die ik zo meteen zal toelichten. Daarnaast Harry van Ewijk, die een deel van de presentatie voor zijn rekening neemt. En ikzelf mag deze aftrap doen en zal tussentijds bij u terecht terugkomen om de eventuele vragen te behandelen en op het einde af te sluiten. Dus meer de rol van moderator en niet van expert in dit geval. De inhoud van dit webinar. Dus ook wat speelt er in de markt van LCA's? We gaan als eerste een beetje terug in de tijd en kijken naar wat is nou eigenlijk de achtergrond van het ontstaan van de bepalingsmethode. Dat doen we vanuit het verleden naar het heden en Ulbert kijkt in dit geval ook een stukje vooruit naar de toekomst. Hoe zal dat verder worden toegepast? Vervolgens gaat Harry van Eenwijk in
op de ontwikkelingen die er zijn rondom de nieuwe bepalingsmethode die er is. En ik kan u al vertellen, de eerste staat hier al op programma, want hier staat 1.0. Dus niet dat u schrikt dat we dan ook nog eens teruggaan in het verleden. Nee, dit is de eerste scoop die er al in zit als zijnde voor de nieuwe regelgeving die er is op dit moment ten aanzien van de bepalingsmethode. En inhoudelijk wordt het webinar afgesloten door Ulbert, die het onderdeel over de ontwikkelingen op het gebied van een aantal aanverwante methodes, zoals de CPR en de PEF en een aantal andere dingen, module D, nader zal toelichten over de ontwikkeling die daarop spelen. Zoals eerder aangegeven, zullen we even kijken hoe het zit met het tijdspad, om dan op het einde nog wat vragen en discussies de gelegenheid te hebben. Mocht het dus niet zo zijn, dan worden alle vragen op een later tijdstip rustig beantwoord en dan komen deze per e-mail naar u toe. Dus schroom vooral niet om vragen te stellen. Nou, alvorens met het eerste presentatieonderdeel te beginnen, zijn we ook benieuwd naar uw mening. Vandaar dat wij een vote hebben toegevoegd met een viertal stellingen die daarin zijn opgenomen. Waarbij we u willen vragen om, zometeen gaat de tijd lopen en dan kunt u aangeven met welke van de vier u het meest eens bent. Ik zal het in ieder geval alvast van tevoren even opnemen. Waar het hier om gaat is dat de vraag is, wat vindt u van de doorontwikkeling van de bepalingsmethode? De eerste stelling is, de wijzigingen gaan te snel. De tweede is, natuurlijk moeten we normen zo snel mogelijk implementeren. Als derde, de geldigheid van een EPD zou 1 jaar moeten zijn in plaats van 5 jaar. En de laatste is, negeer Europese afspraken en houd de Nederlandse bepalingsmethode zo lang mogelijk hetzelfde. Volgens mij gaat dan de poll zo meteen lopen, of hij loopt zelfs al. Dus vul uw antwoorden in en dan kunnen we zo meteen zien waar de grootste voorkeuren naar uitgaan. De tijd is inmiddels beëindigd, maar we kunnen wel zien dat er de allergrootste voorkeur eigenlijk uitgaat in dit geval naar de tweede stelling. Die was, natuurlijk moeten we normen zo snel mogelijk implementeren. Als ik zo snel kijk, zie ik zelfs al bijna 80% van het totaal aantal wat het heeft ingevuld hiervoor gekozen heeft. Dus dat heeft een grote voorkeur bij jullie om blijkbaar zo snel mogelijk alles te implementeren. Nou, ik denk dat dat iets is. Wat na deze toelichting die we de rest van dit uur krijgen op alle ontwikkelingen iets is wat zeker zal worden meegenomen door de experts. Dan dank voor de vote. En dan geef ik graag het woord over aan Ulbert Hofstra die met zijn deel gaat beginnen. Ja, goedemorgen. Ik wil graag beginnen met waarom eigenlijk een nieuwe bepalingsmethode. Ik vind het zelf wel grappig, moet ik zeggen, om de uitslag van de vote te horen. Omdat wat ik in de praktijk ook vaak hoor is van, kunnen we niet scoren, dus kunnen we niet de methode langer hetzelfde houden? Want in de praktijk geeft dat maar allemaal problemen als we methodes veranderen. Daardoor veranderen scores, waardoor de product opeens een andere score krijgt. Er zijn overgangsproblemen. In principe hebben EPD's een geldigheid van 5 jaar. En als je dan ondertussen de methode verandert, dan moet je eigenlijk weer een nieuwe EPD maken. Dus ik vind het interessant en ook wel bemoedigend te horen, zeg maar, dat van u de meesters vinden van nee, we moeten dat gewoon snel doen. Nou, u wordt op uw wenken bediend, want er is nu de nieuwe bepalingsmethode. En om na te gaan waarom die er nu moet komen, is het goed om even in het verleden te kijken. Nou, hoe het allemaal begon. Eigenlijk in Nederland. Dat was in 1999. Toen werd MMP opgericht. En werd het MMP-protocol opgemaakt. We kennen nog steeds Stichting MMP natuurlijk. Die geeft in Nederland de MMP-EPD's uit. En dat MMP-protocol dat werd in 2001 dan omgezet naar een echte norm. De NEN 8006 voor LCA's voor bouwproducten. En ongeveer tegelijkertijd liet die Europese Commissie een studie doen naar LCA's voor bouwproducten. En daar kwam het advies uit om een Europese norm op te stellen. Maar goed, een advies, dan is er nog geen norm. Dus zoals dat in Europa gaat, duurt het een tijdje voordat dat advies opgevolgd werd.
Maar in 2004 gaf de Europese Commissie dan aan CEN, dat is het Europese Normalisatieinstituut, de opdracht om een norm op te stellen voor EPD's. Voor Environmental Product Declarations, op basis van LCA. En CEN stortte toen een technische commissie, CEN-TC 350, die nog steeds bestaat. En die kwam met normen, eerst gericht op gebouwen, mede door die Nederlandse aanpak. Want die was gericht op het berekenen van de milieuprestatie van een gebouw. Dat heette toen de MMG, materiaalgebonden milieuprestatie. En in 2004 strandde dat, want er gingen partijen voorliggen, er kwam een nieuwe regering, het haalde het niet en het kwam tijdelijk in het slop. Maar door toegenomen aandacht voor duurzaamheid, en zeker niet alleen in Nederland, maar nu vooral wereldwijd, kwam er weer meer aandacht voor LCA als zijn het best beschikbare instrument om duurzaamheid te meten. Er was dus nog geen Europese norm. En in 2011 kwam de bepalingsmethode milieuprestaties, gebouwen en GWW-werken uit. Samenwerking tussen MRP, die dus al een hele tijd bestond, en de gebouwtools die er ondertussen waren gekomen. Ondertussen kwam in Europa de EN 15978 uit voor berekening van de milieuprestatie van een gebouw. Die norm die wordt trouwens relatief weinig gebruikt. Maar een jaar later kwam dan die lang verwachte EN 15804 uit, de norm voor LCA van bouwproducten, met een jaar later al een amendement op de norm. Toen moest de bepalingsmethode dus aangepast worden. Dat is in 2014 gebeurd. Toen is die aangepast aan EN 15804. Ik moet zeggen dat we toen ook wel een beetje naar de continuïteit keken. Dus de aanpassing was niet helemaal 100% om te voorkomen dat er een grote breuk was in de scores. Maar goed, hij was in principe aangepast aan de EN 15804. En dan zou je misschien denken, daarmee waren we klaar. Maar dat was natuurlijk niet zo, omdat in Europa ging het verder. Daar kwam ondertussen de PEF, de Product Environmental Footprint, voor alle producten, dus alle sectoren, inclusief de bouw, alle producten die in Europa op de markt gebracht worden. En in 2013 startte er een pilotfase voor de PEF. De bouwsector die protesteerde toen, want ja, de bouwsector had toch al de EN 15804, dus kon dat niet buiten de PEF blijven. Maar de bouwsector deed wel mee aan enkele pilots. Er kwam toch overeenstemming tussen de bouwsector en de Europese Commissie. Maar de Europese Commissie eiste dan wel dat de EN 15804 moest worden aangepast aan die PEF. Nou, die aanpassing, de nieuwe versie van de EN 15804, is in 2019 uitgekomen met PEF-indicatoren en PEF-methodes. En de gevolgen uiteraard dat de bepalingsmethode nu ook weer aangepast moet worden aan die nieuwe EN 15804. Dat is nu gebeurd. Dat is de nieuwe versie. En vanaf nu kunnen die nieuwe indicatoren dan ook worden ingevoerd in de Nationale Milieudatabase. En vanaf 2021 wordt dat verplicht. En Harry van Ewijk zal daar straks nader op ingaan. Dat is een beetje de voorgeschiedenis. En je ziet dat in Europa zich van alles afspeelt met het recente Circular Economy Action Plan van de EU. Onze beroemde landgenoot Frans Timmermans speelt daar een belangrijke rol in. We zien dat daar de bouwsector duidelijk in vertegenwoordigd is. Met de Strategy Sustainable Built Environment. Het oranje bolletje. Er zijn meer Europese initiatieven. En belangrijk, voor ons in ieder geval belangrijk, is dat de EU heeft uitgesproken dat LCA's, levenscyclusanalyses, de standaard beoordelingssystematiek zijn om duurzaamheid te beoordelen. Dus dat geeft toch een solide positie aan LCA als kwantitatief beoordelingsinstrument. Dan geef ik weer even het woord aan Jeroen. Ja, dank Ulbert voor deze geschiedenis, waarbij ik al zie dat er in de chat een discussie was of 1998 niet al het jaartal was, want het was begonnen in plaats van de eerste bullet die er nu stond bij 1999, maar ik zie dat er al op geantwoord is dat de MPRI-handleiding in 1998 is geschreven en dat de eerste publicatie van het MPRI-blad in 1999 is. Dus vandaar dat dat is aangehouden nu in deze presentatie. We zien nog niet overdreven veel
vragen, inhoudelijke vragen tussen de 87 luisteraars die we momenteel hebben, of medekijkers, moet ik zelfs zeggen. De ene die nog even tussen staat, is een normwijziging als een verdienmodel wordt als vraag gesteld. Dat heeft denk ik relatie met een andere chat die wordt aangegeven. Ja, wordt er niet heel vaak geüpdate met als gevolg daarvan. Ik weet niet of daar een reden achter de verschillende updates los van de ontwikkeling. Nou ja, het draagt bij aan het verdienmodel, maar we hebben er geen enkel invloed op. Dus wij volgen daar passief in, zeg maar. Ja, dus dat is niet. Het komt vanuit de regelgeving en dan moet je wat. Ja, precies. Dus het zijn denk ik aanpassingen die door anderen worden gedaan. Waarbij denk ik voor de toekomst mooie mogelijkheden liggen vanuit inderdaad het programma wat in Europa is gedaan, waar LCA een belangrijk onderdeel in heeft gekregen. Ik zie trouwens zelf, even heel kort, want ik moet ook verder, maar van kunnen wij de MKI ook Europees brengen als vraag? Dat het dus niet alleen is van wat komt dat uit Europa tot eens, maar kunnen we ook niet omgekeerd doen. En dat is zeker een heel goed punt, zeg maar. Omdat in Nederland zijn wij eigenlijk het verst met het echt daadwerkelijk in de praktijk gebruiken van LCA's in de vorm van MKI-scores. Dat dat daadwerkelijk meeweegt in projecten, dat de scores van belang zijn, dat het dus economisch een belangrijke rol speelt. En zeker in infrastructuur, zeg maar, daar zou Rijkswaterstaat, die zou daar echt veel effort in moeten stoppen om wat hier in Nederland ontwikkeld is, om dat gewoon voor de bühne te brengen en in de Europese, op het Europese toneel te brengen. Dat is een zeer terecht punt. En als ik nog een vraag net binnenkomen, inderdaad, of dat in de toekomst LCA's verplicht worden om te gebruiken, LCA's van producten gebruikt worden, verplicht gebruikt worden voor de bouw van bijvoorbeeld een woning. Ik weet niet van nu of dat misschien aardig is, want dat na de presentatie van Harry wordt toegelicht, omdat hij daar in de bepalingsmethode ook misschien een truc komt. Misschien een goede om even te kijken of dat die al automatisch wordt beantwoord in de presentatie van Harry. En anders zullen we die later nog even oppakken na de presentatie van Harry. Dan geef ik nu het woord over aan Harry van Eenwijk, die u gaat meenemen in de nieuwe richtlijn ten aanzien van de bepalingsmethode. Dankjewel Jeroen en dankjewel Ulbert ook. Goedemorgen allemaal. Ik neem u mee met de bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0, zoals hier staat, met vooral aandacht voor wat verandert er nou eigenlijk. De inhoud van de presentatie. Nee, laat ik links beginnen. U ziet hier de voorkant van de nieuwe bepalingsmethode in de nieuwe huisstijl van de Stichting Nationale Milieudatabase. Dus dat voor degene die dat nog niet gezien heeft, zo ziet dat eruit. Nou, ik wil even ingaan op de Stichting Nationale Milieudatabase zelf. De nieuwe bepalingsmethode. De nieuwe EN15804, wat zijn daar dan precies de veranderingen in? En vervolgens hoe die veranderingen in de bepalingsmethode doorwerken. De Stichting Nationale Milieudatabase, dat is de nieuwe naam van wat de Stichting Bouwkwaliteit heette, voor zover het deel betreft, dat gaat over de bepalingsmethode en de Nationale Milieudatabase. De taken van de organisatie zijn helemaal onveranderd. Dat is het beheer van de bepalingsmethode en ook van die Nationale Milieudatabase. Dus hier aan de rechterkant het logo van de Stichting Bouwkwaliteit en daaronder het nieuwe logo van de Stichting Nationale Milieudatabase, wat u ook op alle publicaties terugvindt. Dan de bepalingsmethode zelf. Die bepalingsmethode die heette bepalingsmethode milieuprestatie, gebouwen en GWW werken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als we er nu op terugkijken, dat misschien die integratie nog niet helemaal voltooid was. En dat die beter tot uitdrukking komt in de nieuwe naam. En die nieuwe naam is bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken. Omdat die naam is veranderd, heeft men geacht dat ook de versienummering aangepast moet worden. Dus de laatste versie van de bepalingsmethode milieuprestatie, gebouwen en GWW werken, die had versienummer 3.0 en de nieuwe versienummering begint dus vanwege die nieuwe naam bij 1.0. Het is wel goed, denk ik, dat we ons dat allemaal realiseren, dat als we het hebben over versienummers, nou, ik kan me eens niet voorstellen dat we nog verwijzen naar een 1.0 van de oude bepalingsmethode, maar toch goed om even te weten dat we dat op een correcte manier verder doen.
Nou, dan wil ik u op hoofdlijnen graag meenemen met wat dan gebeurd is in de loop van de jaren met de 15804 meer inhoudelijk. In 2012 werd de eerste versie van die Europese norm gepubliceerd. Hè. Dat is de norm die gaat over bouwproducten, de prestaties daarvan op basis van LCA. En nou, die werd dus in 2012 gepubliceerd en het is wel goed om er nog even bij te zetten hier tussen haakjes, dat de eerste versie van de bepalingsmethode al verscheen in juli 2011. En natuurlijk waren degenen die daarbij betrokken waren op de hoogte van het ontwikkelingstraject van die 15804. Maar er zijn toch nog vrij veel zaken die, ja, die nog lange tijd niet helemaal duidelijk waren hoe die zouden doorwerken. En dat is meteen ook de verklaring waarom er in 2012, toen die 15804 gepubliceerd was, ja, dat dat niet helemaal aansloot op wat we in de bepalingsmethode hadden staan, met de andere achtergrond die Ulbert daar straks geschetst heeft. Nou, al na een jaar kwam er een annex, annex 1, en in ja, dat was dus in 2013, en daar zit een hele wereld achter, maar als je ze nu naast elkaar legt, dan komt het er eigenlijk vooral op neer dat dat een verduidelijking is van welke karakterisatiefactoren voor het berekenen van de milieu impactcategorie scores gebruikt moest worden. Dus daar werd heel expliciet verwezen, niet alleen verwezen naar de CML impact assessment methode, maar in annex C was die ook gewoon letterlijk opgenomen. Nou, dan is het een aantal jaren relatief rustig. In ieder geval geen nieuwe versies van die EN15804, maar eind vorig jaar werd de A2-versie van de norm gepubliceerd. En ja, Ulbert gaf al aan, van dat was vooral onder invloed van de Environmental Footprint, vooral bekend van de PEF, de Product Environmental Footprint. En het was nadrukkelijk een harmonisatie met die PEF. Dus om ervoor te zorgen dat als iets berekend werd volgens die EN15804, dat daar niet een heel andere methode voor gebruikt werd dan bij de PEF. En dat was tot dan toe wel het geval. Nou, een ander belangrijk verschil in die nieuwe versie van de EN15804 is dat module D niet langer optioneel is, maar verplicht moet worden berekend en gepubliceerd. Nou, hoe werkt dat dan vervolgens door in de bepalingsmethode? Wat zijn dan de veranderingen? Nou, de oude milieueffecten die blijven we berekenen en gebruiken in een overgangsperiode. Hoe lang die overgangsperiode zal zijn, dat moet nog blijken, maar dit zal zeker naar verwachting toch wel enige jaren duren voordat die overgangsperiode helemaal over is. Met de oude milieueffecten wordt dus bedoeld eigenlijk de milieueffectscores zoals we dat gewend waren tot aan publicatie van die EN15804A2 en dus ook tot en met de bepalingsmethode 3.0. En die set die dan berekend wordt volgens die factoren, die noemen we set 1 in de bepalingsmethode. Nou, dan is er dus de EN15804A2, waarin milieueffecten op een heel andere manier berekend worden. Daar ga ik straks nog wat verder op in. Los van dat de achterliggende methode verschilt om tot die scores te komen, wordt er onderscheid gemaakt in kernindicatoren en additionele indicatoren. En die combinatie van kernindicatoren en additionele indicatoren, dus alle impactcategorie scores, dat noemen we set 2. Dus we spreken over set 1 en set 2 in de bepalingsmethode. Nou, dan is het zo dat set 2 gaat nog niet direct gebruikt worden. Dus wat Ulbert ook al aangaf, Z2 kan vanaf nu wel opgenomen worden in de Nationale Milieudatabase. Vanaf 1 januari aanstaande is dat zelfs verplicht. Dus dan wordt die informatie wel al opgehaald. Ik kan er meteen ook bij zeggen dat als je een LCA-berekening nu aan het doen bent en je kan het de effectscores berekenen met Z1, of tenminste op basis van die oude methode moet ik zeggen, wat dan resulteert in een Z1, dan is het relatief eenvoudig, dat is bijna letterlijk drukken op knoppen, om ook tot een resultaat te komen
wat dan set 2 oplevert. Dus dat ter geruststelling van diegenen die denken dat dat misschien heel veel extra werk is. Het is wel zo dat dat vooral geldt voor de LCA's die je nu doet. Eerder afgeronde LCA's, dan kan dat wat bewerkelijker zijn. En dan zitten hier en daar nog wel wat, zijn er wat details. In specifieke gevallen kan het iets anders zijn, maar voor het gros van de LCA's zal dit gelden. De opname in de NMD, wat ik al zei, voor categorie 1 en 2, en misschien moet ik uw geheugen even opfrissen, niet iedereen zal dat paraat hebben, maar categorie 1 en 2, dat betreft de EPD's. Dus dat betreft de scores die zijn opgesteld voor individuele producenten of voor brancheverenigingen en die getoetst zijn door een derde partij. Dus de EPD's, daar hebben we het dan over bij categorie 1 en 2. En de opname in de NMD is nu al wel nodig om op een later moment, ook al ligt dat in de toekomst, over 2 of 3 jaar misschien zelfs wel, maar om dan ook wel meteen over te kunnen. Dus daarvoor zijn die scores toch nu al nodig. En er is op dit moment nog geen weegzet gekozen om tot een 1-puntscore te komen. Dus vergelijkbaar met zoals we nu de schaduwprijs kennen of de MKI kennen, die uiteindelijk ook bij de gebouwen in de MPG resulteert. Het is wel zo dat er bij die methode van de EN15804A2, dus kortweg de PEF-karakterisatiefactoren, als die gehanteerd worden, heeft wel het Joint Research Center daar ook een weegzet bij, die dus leidt tot een PEF 1-puntscore. Maar op dit moment is er nog niet voor gekozen om dat ook te gaan gebruiken. Dat zou wel kunnen, maar onderzoek daarna loopt nog. Dat vindt in opdracht van Stichting NMD plaats. Nou, wat zijn dan de verschillen tussen die set 1 en set 2? Ik heb eigenlijk bewust hier 2 schermafdrukken uit de bepalingsmethode genomen. Als u ze niet kunt lezen, geeft niks. Dat is, het is eigenlijk ook niet per se de bedoeling om ze letterlijk te kunnen lezen. Maar wat ik hier vooral wil laten zien, of eigenlijk wil toelichten, is dat ondanks dat er uiteraard in de milieueffectcategorie benaming overeenkomst is, hè, dus we hebben het over klimaatverandering links en we hebben het enigszins uitgesplitst in set 2 ook over klimaatverandering. Nou, dat is eigenlijk dan nog meteen ook de milieueffectcategorie die nog het meest op elkaar lijkt voor wat betreft de achterliggende bepalingsmethode, hè, dus in set 1 en set 2. Dat komt nog het meest overeen, maar ook daarin zit zeker verschil. Maar eigenlijk kun je zeggen dat alle andere impactcategorieën, die hebben allemaal een totaal nieuwe bepalingsmethode, waardoor het dus echt maakt dat je een resultaat van set 1 niet kunt vergelijken met een resultaat in set 2. Dus dat zijn echt toch heel verschillende milieuprofielen, zoals we dat dan noemen, die dat oplevert. Een ander verschil, al even genoemd zojuist, vanuit de EN15804, is dat de module D niet langer optioneel is. Maar dat is eigenlijk in onze context geen verschil, omdat module D altijd al verplicht was volgens de bepalingsmethode. En ja, ik moet denk ik nog even toelichten hoe het ook alweer zat met die modules. En ik kan er in dit kader niet te gedetailleerd op ingaan, maar het komt erop neer dat de levenscyclus, die bestaat uit de productiefase, zoals u hier ziet, een bouwfase, gebruiksfase. Die modules A tot en met C, die presenteren de milieuinformatie die ook daadwerkelijk in die fase dan plaatsvindt. Dus die modules die geven daadwerkelijk weer wat de milieu-impact is die op dat moment optreedt. En dan is er nog een module D, dat is eigenlijk haast een soort vergaarbak met milieueffecten, milieulasten en milieubaten buiten de systeemgrens van het bouwwerk, waarin dus de overige milieu-impact kan worden opgenomen. Ik vind het zelf in het Engels trouwens veel mooier, dus ik kan het toch niet laten dat nog even te noemen. De loads and benefits beyond system boundary. Dat is wat module D is en dat gaat best ver, hè? Dus bijvoorbeeld, daar komen we straks ook nog op, als er sprake is van producthergebruik, dan is dat iets wat gewaardeerd kan worden, trouwens ook materiaalhergebruik, in module D.
Maar de belangrijkste conclusie eigenlijk, of boodschap bij deze sheet, is dat dit voor de Nederlandse context, voor de Nederlandse bepalingsmethode, dus eigenlijk geen verschil is. Ondanks dat het dat in de 15804 natuurlijk wel een groot verschil is. Dan is er nog iets waarin ik u mee wil nemen, wat eigenlijk ook geen verschil is. Hooguit in naamgeving, en die wordt wat inconsequent gebruikt, maar we hebben het dan over parameters of indicatoren. En dat zijn eigenlijk alle andere getallen die ook worden berekend wanneer er een LCA wordt uitgevoerd. En die dus niet direct samenhangen met de milieu-impact of milieueffectcategorieën. Hier is qua berekening zit er totaal geen verschil met de EN15804 zoals we die al kenden. En ook in de bepalingsmethode niet. Dus dat is gewoon eigenlijk ook business as usual. Al gebied eerlijkheid te zeggen dat we dit ook in het systeem van de bepalingsmethode en in de NMB pas de laatste tijd ook goed zijn gaan opnemen en gebruiken. Omdat er natuurlijk erg focus was op die éénpuntscore, de MKI of de MPG. Vanuit de circulaire economieontwikkelingen is er echter natuurlijk een toenemende belangstelling, juist voor parameters die het gebruik van grondstoffen beschrijven en ook parameters die outputstromen beschrijven. Dus nou, heel kort even daar ook een schermafdruk van zoals die in de bepalingsmethode is opgenomen. En nou ja, het gaat dan vooral om, en ik zal ze niet één voor één langslopen, maar dat zijn parameters die het gebruik van hernieuwbare grondstoffen beschrijven en van niet hernieuwbare grondstoffen. Dus uitgesplitst in die categorieën en op de laatste regel nog het netto gebruik van zoet water. Nou, de andere categorie, en dan wil ik het eigenlijk niet hebben over afval, wat hier op de bovenste helft staat, maar ik wil het hebben over de onderste helft en dan met name de eerste twee regels, de parameters die beschrijven het materiaal dat aan het eind van de productlevenscyclus beschikbaar komt voor hergebruik. Hè, dus het producthergebruik en materialen die voor recycling beschikbaar komen. Dus dat is ook informatie die uit die LCA komt. Dus dat, ja, je ziet dit in natuurlijk in allerlei kaders dat er behoefte is aan dit soort informatie. Ten slotte wil ik u meenemen naar het hergebruik, waarvoor een apart addendum bij de bepalingsmethode beschikbaar komt. Ja, misschien eerst even voorzien hergebruik, dus wat hier het eerste punt is, dat kon volgens de bepalingsmethode al worden berekend. En ja, u moet dan bijvoorbeeld denken aan een leverancier die zijn producten terugneemt, refurbished en weer afzet. En wat je dan doet is dat je in module A tot met C neem je de milieu-impact op zoals die daadwerkelijk plaatsvindt. En in module D kun je dan waarderen dat zo'n product nog een tweede en misschien zelfs een derde toepassing kent. Dus dat verreken je in module D. Uiteraard moet dat wel goed onderbouwd zijn. Dus het is niet zo dat je als producent gewoon kan zeggen, oh ja, nee, maar mijn product kan daarna gewoon weer hergebruikt worden. Dus het meest overtuigend is natuurlijk als het al gewoon gebeurt, dan is het verder ook geen vraag. Mocht dat niet zo zijn, dan moet er toch bijvoorbeeld een retoursysteem, en nou ja, je kunt zich er van alles bij voorstellen, maar dat moet behoorlijk onderbouwd zijn, wil je dat in een EPD ook echt kunnen meenemen. Maar waar ik hier het vooral over wil hebben vandaag, dat is het onvoorzien hergebruik, want dat had nog helemaal geen plaats. En die rekenregels worden nu via een addendum opgenomen in hoofdstuk 3 van de bepalingsmethode. En ja, waar hebben we het dan over? Het is eigenlijk de achtergrond ook van waarom dat addendum is ontstaan. Het gaat er eigenlijk om dat producten die in zijn geheel worden hergebruikt in een bouwwerk, die werden tot nu toe compleet buiten beschouwing gelaten in een milieuprestatieberekening. Dus dat was gewoon milieulast nul. Dat betekent dat ook de vervangingen, dus bij einde levensduur en onderhoud in de gebruiksfase en ook lasten en eventuele baten bij einde levensduur, niet werden meegenomen over de levensduur van het bouwwerk. Nou, en waar gaat het dan over? Het gaat over hergebruik van producten waarbij initieel in de milieuprestatieberekening
geen rekening is gehouden met hergebruiken, want dan zou het voorzien hergebruik zijn. Of waarvan de restlevensduur niet bekend is, of ik moet misschien steeds zeggen, en of waar hergebruik al volledig is toegerekend aan het initiële productsysteem. Want ook dan is er sprake van voorzien hergebruik. Nou, wat is dan die rekenregel? Voor onvoorzien hergebruik hebben we het dan dus over. Hè. Er is gezegd van, nou, we moeten gaan werken met een generieke factor H. En de uitgangspunten daarbij, dus wat lag hieraan ten grondslag, is dat het moet eenvoudig zijn en transparant. Het moet een acceptabele benadering zijn van de werkelijke milieulast bij hergebruik. Dus niet die nul die het tot nu toe was. En we moeten ons realiseren dat gemiddeld hergebruikte producten nog niet alle oorspronkelijke milieulast zullen hebben afgeschreven, bij wijze van spreken, maar wel een substantieel deel over het algemeen. Dus dat geldt waarschijnlijk op het moment dat je een product weer wat al eerder is toegepast geweest, opnieuw gaat toepassen. En het liep iets vooruit, want nu komen we dan daadwerkelijk bij die rekenregel. Nou, er is gezegd van we gaan werken met een hergebruikfactor H, die is standaard vastgesteld op 0,2. Nou, wat betekent dat dan? Dat betekent dat de MKI wordt vermenigvuldigd met 0,2, maar dat wordt niet toegepast op alle modules van het product, maar het gaat dan over de productie, dus dat is A1 tot A3 in het modulejargon van de EN15804. En het geldt ook voor C3, C4 en D. Dus dat is verwerking, einde levensduur. Dat wordt ook op die manier, gaat daar dus die factor 0,2 overheen. En waar gaat die dan precies overheen? Nou, dat gaat dan over het oorspronkelijke product. Zoals het hier staat, hè, over het initiële product. Of als dat er niet is. Hè, het kan ook zijn dat er bepaalde producten niet letterlijk zo in de NMD zitten, maar dat je dat wel in handen hebt om toe te passen in een nieuw bouwwerk. Nou, dan gaat het over het meest representatieve product dat beschikbaar is in de NMD. Betekent dus ook dat de milieuprestatie van de overige modules, dus dat is A4, transport naar de bouwplaats, A5, het in het werk brengen van het product, het gaat over de gebruiksfase, module B, en ook over C1, demontage of sloop, en C2, verder transport naar verwerking, dat op de gebruikelijke wijze wordt berekend. Dus daar wordt wel steeds, dus als een product ook wat eerder toegepast was geweest, wordt wel de volledige impact van die modules wordt daar aan toegerekend. Nou, en verder wordt de levensduur van zo'n hergebruikt product gelijkgesteld aan de referentielevensduur van het originele product. Dus er wordt simpelweg van uitgegaan dat wanneer je al die moeite doet om zo'n product opnieuw toe te passen, dat die dan ook weer een volledige levensduur nog mee kan. Nou, daar kun je natuurlijk van alles bij bedenken of bij vinden. Dus dit is echt een eerste methode om dit te gaan toepassen. Maar in ieder geval een verbetering ten opzichte van de nul die we tot nu toe in de bepalingsmethode hadden. Tot slot, wel eerder al genoemd, maar misschien toch even ook op dit moment nog in het kader van veranderingen in de bepalingsmethode, misschien iets ruimer in het systeem, nog even noemen dat de grenswaarde per 1 januari 2021 voor de MPG, dus voor de woningen en de kantoren, kantoorgebouwen, dat die naar 0,8 gaat, dus van 1 naar 0,8, dat is dus iets wat aanstaande is. En ja, tot zover de wijzigingen in de bepalingsmethode die ik wilde toelichten. Dank daarvoor, Harry. Omwille van de tijd pik ik even één vraag uit en de rest proberen of op het einde te doen, of krijgt u dus naderhand nog toegezonden. Maar er is even één vraag gesteld of dat de indicatoren vanuit Z2 additioneel zijn op Z1. Of dat het een compleet vervanging is. Misschien is dat even een goede om die nog even toe te lichten, Harry. Ja, ik kan me voorstellen dat ik dat niet helemaal goed heb gezegd. Maar dat is inderdaad een volledige set ernaast. Dus juist omdat ze zo verschillen, is het dus echt op dit moment in de overgangsfase hebben we het echt over Z1 plus Z2. Dus dat is een complete set met milieu, effectcategorie scores
naast Z1. Okay. Dank voor het alvast beantwoorden van deze vraag. Goed om te zien overigens dat er veel vragen gesteld worden. Maar zoals aangegeven moeten we even kijken. Dus ik wil vooral nu Ulbert even de gelegenheid geven zijn presentatiedeel te verzorgen. Dan zien we later aan het eind even hoeveel tijd we overhouden. Ulbert, aan jou de eer om ons mee te nemen met ontwikkelingen op het gebied van onder andere de PEF en toetsing S-Build. Ja, bedankt. Ja, Harry heeft zojuist één ontwikkeling behandeld. Hè, het opnemen van hergebruikte elementen, onvoorzien hergebruik in de Nationale Milieudatabase. Ik wil graag een viertal andere ontwikkelingen bespreken, namelijk wat gebeurt op dit moment rond de PEF. We hebben gezien hoe relevant dat is. De CPR, de bouwproductenrichtlijn. Ervaringen met toegenomen gebruik van module D. En S-beeldtoetsing van LCA-berekeningen. En u kunt natuurlijk weer vragen stellen in de chat. Eerst even naar de PEF, de Product Environmental Footprint, is al een paar keer ter sprake gekomen. Ik wil nu even ingaan op een paar ontwikkelingen in de PEF zelf. Wat gebeurt daar? Wat zijn de vorderingen? Maar eerst even een paar kenmerken van de PEF. Dat zal niet iedereen scherp op het netvlies hebben. PEF is een specifieke vorm van LCA, zeg maar. Het is bedoeld voor alle producten op de Europese markt. En de bedoeling is dat er voor elke productcategorie een document komt, een zogenaamd PEF-CR-document, PEF Category Rules. En daarin staat hoe die LCA voor dat producttype en dus die PEF moet worden opgesteld. Maar niet alleen dat, er wordt ook een set generieke data bijgegeven. En met die generieke data erbij en de methode zijn dan alleen nog de primaire data van de producent nodig om die LCA op te kunnen stellen. Alle achtergronddata of generieke data waar je in een normale LCA veel werk aan hebt, zeg maar, die zijn al gegeven. Tevens wordt er een benchmarkberekening opgesteld en daarmee kan elke producent zijn product vergelijken. Of kunnen producenten het product mee vergelijken en consumenten. Voor bouwproducten zou dan de EN15804 als PEF-CR-document moeten dienen. Bouwproducten zijn natuurlijk bijzonder omdat het eigenlijk gaat om de vergelijking in het bouwwerk en niet de vergelijking op bouwproductniveau. Maar goed, het moet in het systeem worden meegenomen en daarom is die EN15804 aangepast aan de PEF. Nou, wat is dan de stand van zaken nu? We hebben afgelopen jaren een pilotfase gehad waarin voor een heel aantal producten een PEF-CR-document is opgesteld. Je ziet bovenaan ook de term OEF-SR staan. Dat zijn documenten niet voor producten, maar voor organisaties. Organization Environmental Footprints Sector Rules. Daar zijn er twee van. Dat lijkt niet zo aan te slaan, zeg maar. Dus het gaat vooral verder met Product Environmental Footprints. Nou, dat zijn heel diverse producten, van voedingsmiddelen, dat zijn er heel wat, tot zonnepanelen en ook bouwproducten zoals thermische isolatie. PEF heeft dus ook het doel om informatie aan consumenten te geven en die hebben niet veel baat bij een dik LCA-rapport met grote tabellen voor getallen voor een groot aantal milieu-indicatoren. Dus wordt er gewerkt aan wat visuele informatie. Je ziet hier een voorbeeld van een label zoals dat voor informatie aan consumenten wordt voorgesteld. En bij dit label zien we van het product is groen, beter dan de benchmark en wel 52% beter. Nou, wat is er dan beter? En ook de PEF die kent een 1-punt score, die heet ook de PEF. Dat is dus ook een weging van de indicatoren in de PEF. En die weging die is opgesteld door de JRC, het Joint Research Center van de EU. En mogelijk dat we straks die weegfactoren gaan gebruiken in de nieuwe bepalingsmethode. Voor de nieuwe set, de set 2 en de bepalingsmethode. Maar daar moet allemaal nog besluitvorming over plaatsvinden. De PEF zit nu in de transitiefase. Die is nodig omdat nagedacht wordt hoe die PEF gebruikt gaat worden in Europese regelgeving en daar is uiteraard veel tijd voor nodig. En de mogelijkheden die er daarvoor zijn is, de methode wordt uitgewerkt en dan maar zien wat er gebeurt. Dus dat is de business as usual aanpak.
PEF kan ook gebruikt worden om ecolabel criteria op te stellen. En dat kan ook nog wat harder gebruikt worden in de zin van dat PEF verplicht is als je überhaupt een ecolabel wil aanvragen. En verder wordt PEF nu al gebruikt, zeg maar, door de lidstaten om keuzes te maken in hun beleidsopties. Zoals bijvoorbeeld voor zonnepanelen en accu's. Nou, die transitiefase waar we nu in zitten, die heeft eigenlijk drie doelen voor de PEF. Er gebeuren drie dingen. Eerst is het monitoren van de implementatie van de bestaande PEF-CS. Hoe worden die gebruikt? Hoeveel PEFs worden daarmee gemaakt? En werken die documenten überhaupt goed? Dan is de bedoeling om voor een aantal producten nieuwe PEF-CS te ontwikkelen. Er zijn een aantal projecten gaande. Ziet hier opgezond, kleding, accessoires, snijbloemen en planten, verpakking, kunstgras en zeevis. En dan is de bedoeling om de methode verder te ontwikkelen. En het laatste uiteraard binnen de perken, want zoals we weten van de bepalingsmethode, als je in de praktijk de methode gaat aanpassen, dan wordt het lastig. Consistentie is op een gegeven moment van groot belang. Nou, dat over de PEF. Dan gaan we even naar een ander onderwerp. De CPR, de bouwproductenverordening, Construction Product Regulation, bouwproductenverordening. Even opfrissen, wat heeft dat ook weer met LCA's te maken? Nou, bouwproducten, althans als er een geharmoniseerde productnorm voor is, dan moeten ze een CE-label voeren en dan moet de producent er een prestatieverklaring bij leveren. En die prestatieverklaring, die bevat de gedeclareerde eigenschappen op een aantal essentiële eigenschappen. Dus dat heet de Basic Work Requirements. En die Basic Work Requirements, die bevatten eisen aan bijvoorbeeld mechanische veiligheid, aan de levensduur, aan de duurzaamheid. En de producent moet die eigenschappen declareren. Die moet dus kenbaar maken van dit zijn de eigenschappen van mijn product. En dan hebben we Basic Work Requirement 7. Dat omvat de duurzaamheidseigenschappen. En allerlei daaraan gerelateerde eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld maat van hergebruik, recycle content van een product. Hoeveel secundaire grondstoffen gebruik je. En het idee is dus dat er voor elk bouwproduct een specifiek document komt. Als aanvulling op die EN15804. Een PCR document heet dat. Dat op basis daarvan een milieuprofiel wordt opgesteld. En dat bouwproduct, de EPD daarvan, dan in die prestatieverklaring wordt opgenomen. Nou, dat is heel belangrijk, omdat de bouwproductenverordening die heeft een directe werking. Dat betekent dat de eigenschappen die in die prestatieverklaring zijn gedeclareerd, die moeten geaccepteerd worden. En dat kan natuurlijk botsen als onze bepalingsmethode niet volledig in lijn is met die EN15804 en de PCR-documenten die daarmee zijn opgesteld en de EPD's die daarmee zijn gegenereerd. En er komt dan een producent uit het buitenland die een milieuprofiel heeft opgenomen in zijn prestatieverklaring dat misschien niet in overeenstemming is met de methodes die wij hanteren, maar dat moet dan wel geaccepteerd worden. Nou, dat geeft problemen, dus dat betekent zeg maar des te meer dat harmonisatie essentieel is. Ik zei al dat de EN15804 is aangepast aan de PEF met het idee dat EN15804 eigenlijk de PEF voor bouwproducten is. Wat een beetje wel verbazingwekkend is dan een redelijk recente vraag vanuit de EU naar de lidstaten met als vraag van als wij nou de milieuprofielen gaan opnemen in de prestatieverklaring van bouwproducten, wilt u dan dat dat gebeurt op basis van de EN15804 of op basis van de PEF? Dus we hadden het idee dat conflict inmiddels was opgelost, maar er blijkt dus toch nog wat ruis op de lijn te zitten. Ja, bij de PEF spelen wat actuele ontwikkelingen in de zin van de EU die is ontevreden over het proces van normontwikkeling vanuit CEN, CEN Europese NEN. Het gaat dan om snelheid. Dat punt dat herkennen we wel.
En de kwaliteit, met name de juridische kwaliteit, omdat die normen een rol spelen in de regelgeving. En de EU die heeft nu een soort alternatieve aanpak voorgesteld om sneller en juridisch kloppen tot nieuwe normen te komen met een nieuw stelsel buiten CEN. Ja, vanuit Nederland is daar weinig enthousiasme voor. Het lijkt ook een illusie om te denken dat je een heel blik onafhankelijke experts kan opentrekken om tot nieuwe normen te komen. En het is beter om energie in te steken om de problemen die voor een deel best een deel zijn, om die op te gaan lossen. Maar de conclusie van dit alles is wel dat het op dit moment er naar uitziet dat het nog wel even gaat duren voordat het milieuprofiel van een bouwproduct zal zijn opgenomen in de prestatieverklaring van dat bouwproduct. Dat gaat nog wel een paar jaar duren voordat we daarmee te maken. Dat over de CPR. Dan module D, zeg maar, dat wordt, wordt steeds belangrijker. We zien dus een verschuiving van de milieu-impact van de klassieke productiefase A1 tot A3, waar we altijd veel aandacht voor geven, naar de end-of-life fases, dus C4 en D met name. En dat geeft toch wel een aantal specifieke aandachtspunten, dat blijkt. Een eerste is van de producent, die beschikt vaak niet over primaire data van die processen. De handelingen die daar gebeuren, die worden vaak door andere bedrijven gedaan. Dus afvalverwerkers, recyclingbedrijven, die hebben dan de data. En de producent die beschikt daar niet over. Dus je hebt een probleem met het verwerven van data. Een tweede punt is dat blijkt dat we veel discussie hebben over einde afvalstadium. Want vrijwel nooit is er een eenduidig einde afvalpunt duidelijk aangegeven. Voor recycling gaan we laten, maar dat is dan ook het enige product, is er een Nederlandse regeling. Van dat product op een gegeven moment einde afvalstaat zijn. Maar dat geldt ook, die is eigenlijk opgesteld om discussie over transport te beslechten. Dat je niet met afvaltransporten te maken hebt, maar met normale producten. Maar waar exact dat dan begint, op welk punt het geen afval meer is, dat is voor de LCA natuurlijk belangrijk, dat is minder duidelijk. Om van andere producten normaal te zwijgen. En die module D die kan erg belangrijk zijn als een eenvoudig voorbeeld. Damwanden, die kunnen gemaakt zijn van primair staal of van secundair staal. Zou je zeggen, dat heeft een heel verschillend milieuprofiel. Als we dan kijken naar permanente damwanden, dat zijn dus damwanden die in principe niet verwijderd worden. Ja, in hoeverre worden die nou aan het eind van de gebruiksfase echt weer verwijderd? En die keuze, die is eigenlijk wel erg belangrijk voor de totale LCA-berekening, want als ze aan het eind van de levensduur niet verwijderd worden, dan krijgen we voor damwanden van secundair staal een enorme negatieve post in die module D. Want in die module D moet dan gecompenseerd worden voor het verlies aan secundair staal. Dus je raakt dat staal aan kwijt omdat het niet teruggenomen wordt. En dat moet je doen door te compenseren met primair staal. En dan is er ook geen verschil meer in de milieubelasting tussen damwanden van primair staal en secundair staal. Dus dat in concrete gevallen hakt dat er enorm in. Oh, alleen de goede. Ik krijg hem niet verder. Oh, wacht. Ja. Andere belangrijke punten zijn dat die end-of-life fase, dat ligt vaak in de verre toekomst. Hè? Voor bouwproducten is dat met name een punt. Dat kan echt naar tientallen jaren zijn. Wat weten we er dan vanaf? Op zich zijn de regels in de LCA vrij duidelijk. Je moet uitgaan van de huidige situatie en niet van toekomstige ontwikkelingen. Maar ja, je weet vaak al dat het in ieder geval anders zal zijn dan wat het vandaag zal zijn. En eigenlijk wil je dat ook verdisconteren. En die verre toekomst, dat nodigt ook een beetje uit tot wishful thinking. Hè, van product, ik heb hier een product met volgens mij een service life van 200 jaar en de beoogde levensduur in de toepassing is 50 jaar, dus kan het 4 keer gebruikt worden. Dus deel de berekende milieubelasting maar door 4. Ja, in hoeverre is dat altijd reëel? Conclusies van dit alles is in ieder geval voor mij van, geef in ieder geval veel aandacht aan modules C1 tot C4, dus die einde levenscyclus fase, module D.
En wat vooral ook erg belangrijk is, van, er is een grote behoefte aan forfaitaire scenario's en data, dat als je geen primaire data hebt van producenten of anderen, dat er geen onterechte verschillen ontstaan waar eigenlijk helemaal geen verschillen zijn. Dat over module D en het aantal ervaringen daarmee zal nog sterk toenemen. Het laatste punt waar ik even stilstaan bij S-beeldtoetsing. Ik zag het ook al in een van de vragen in de chat langskomen. Hoe weet je nou dat je ook daadwerkelijk het product gebruikt wordt waarvan de LCA geleverd is? Dit zat er al een tijd aan te komen en dat is nu natuurlijk extra van belang omdat MKI's nu economisch van groot belang worden. Je ziet met name in GWW werken met de MV-aanbesteding, die worden mede gegund op basis van duurzaamheid. Een aannemer wint de gunning met een lage MP-score. Daarna moet hij, dat ze meestal binnen een jaar aantonen, dat die lage score ook daadwerkelijk gehaald wordt. Dan worden er gereviewde LCA's geproduceerd, voor zover die dan nog niet waren. En het hele project wordt in het definitieve ontwerp dan helemaal doorgerekend op de MP-score. Maar dat is op het ontwerp. En hoe weet je dat daadwerkelijk bij aanleg de juiste score gerealiseerd wordt? In principe zou je zeggen, dat is eenvoudig. Hè? Controleer wat is geleverd en dat moet gewoon kloppen met wat is toegezet. Dus zend maar inspecteurs op pad om dat te checken. Het is toch wat ingewikkelder dan dat. Er kunnen ook hele gegronde redenen zijn voor afwijking. Hè? Bij beton bijvoorbeeld kan het zijn van dat je nu moet je in de winter produceren, terwijl er was vanuit gegaan dat je dat in de zomer kan doen. Nou, pas je meestal type cement aan. Het kan ook zijn dat in de tussentijd, dat kan jaren overheen gaan, zeg maar, dat er een productielocatie van een grondstof is verdwenen. Het kan ook zijn dat er innovaties in het ontwerp zijn overeengekomen. Dit alles betekent zeg maar dat er naast LCA-deskundigheid van reviewers ook technische deskundigheid nodig is om afwijkingen te kunnen beoordelen. Nou, er is een project gestart nu van opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de Nationale Milieudatabase, wat SGS dan gaat uitvoeren. En dat houdt in van, nou, kom eens met een ontwerp voor een stelsel voor dat S-beeld toetsing en probeer dat eerst eens even uit op producten asfalt en beton, die echt projectgebonden producten zijn. En we weten dus zeker van S-beeldtoetsing, dat gaat echt een rol spelen in de toekomst. Te beginnen met projecten in infrastructuur, maar ook bij gebouwen, hè, in opleverdossiers voor gebouwen. Onder de nieuwe omgevingswet met de wet kwaliteitsborging zal het ook van belang zijn om aan te tonen dat het wat gebouwd is, dat klopt met wat het ontwerp was. Nou, tot zover even kort over die S-beeldtoetsing. Dan, Jeroen? Ja, dan neem ik hem weer even over naar aanleiding van het vraagwoordje. Ik zie wel dat we nog 2 minuten hebben tot 12 uur, het van origine geplande eindstip van deze bijeenkomst, digitale bijeenkomst. Dus we zullen nog een paar minuten doorlopen voor diegenen die nog de gelegenheid hebben om wat langer aan te haken. Voor diegenen die eerder weg moeten in verband met andere afspraken, vragen worden dus nagestuurd, inclusief uiteraard de antwoorden. U krijgt ook een link naar dit webinar, zodat u het nog terug kunt luisteren. Eventueel ook nog de latere minuten die na 12 uur plaatsvinden. Alsmede dat de presentatie wordt toegezonden. Dus ook de slides kunt u op die manier nog rustig later een keer nakijken. Dus dat even als afronder. Mocht u overigens afsluiten, nu om 12 uur, dan betekent dat u ook nog een enquête te zien krijgt. En we verzoeken u die enquête in te vullen, zodat we dat mee kunnen nemen in de doorontwikkeling vanuit onze webinars. Onder andere ten aanzien van LCA, dus bij daar het verzoek om dat ook nog even in te vullen als u dat voor u krijgt bij het afsluiten van dit webinar. Dan pak ik nog heel even een paar vragen. Eentje in ieder geval, die was relatief korte vraag, dus ik dacht, hoopte daarmee ook het antwoord. En die voorbij kwam in de presentatie van Ulbert. Dat was de vraag of dat PEFs de PCR-documenten gaan vervangen. Nou ja, in principe is dat zeg maar niet de bedoeling, want we zitten nog steeds op de lijn dat de EN15804 eigenlijk de PFCR is voor de bouwproducten. Dus de PCR-documenten voor bouwproducten die opgesteld zijn in lijn met 15804, dat zijn eigenlijk de documenten langs welke de LCA's voor bouwproducten gemaakt moeten zijn. En het is dus niet de bedoeling dat daarnaast apart PEF-documenten daarvoor komen.
Oké, dus dat blijft op die manier blijven die gewoon bestaan en vrij geïntegreerd in de PEF-methodiek. Daarnaast hadden we eerder nog een vraag, die was tijdens de presentatie van Harry, was die. Dus wellicht voor jou te beantwoorden, Harry, maar dat was een vraag. Wat is jullie ervaring met de rapportage van parameters? Dat ging je net geloof ik de nieuwe bepalingsmethode. Ik weet niet of jij daar een toelichting op kan geven. Er wordt hier in ieder geval al wel als suggestie gegeven door de heer Rob Wouten dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering en het goed zou zijn als er een handleiding wordt opgesteld. Dus ik maar wellicht dat jij hem nog even kort kan beantwoorden, Harry. Ja, ik ben het ermee eens dat het voor de indicatoren zo is dat die niet altijd even eenduidig zijn. En dat is denk ik mede reden geweest ook waarom het tot nu toe, als ik het zo mag zeggen, wat minder serieus werd genomen, wat minder aandacht aan werd besteed. Bij de toenemende vraag nu, hè, zoals daar straks aangegeven, ja, is het gewoon belangrijk om tot eenduidige indicatoren te komen, maar die moeten dan inderdaad wel ook heel goed omschreven zijn. Je ziet nu dat bijvoorbeeld binnen Europa, hè, we werken voor verschillende systemen, dat echt verschillend geïnterpreteerd wordt. Dus daar is de 15804 nog te ruim, dat kan strikter. Oké, dank. Dan heb ik hier nog een vraag die gedurende jouw presentatie ook werd gesteld, Harry. Maar ik weet niet of jij of Ulbert het antwoord kunnen geven aan Doreen Kuipers. Maar daar wordt aangegeven dat voor veel EPD's die voldoen aan de EU-standaarden, voldoen niet aan de Nederlandse standaarden, zeker Z2 voornamelijk. Hoe kan je deze EPD's dan toch meenemen of gebruiken bij een NPG-berekening? In ieder geval NPG staat dan voor milieuprestatie van een gebouw. Ja, het is zo dat je op dit moment kun je eigenlijk vrijwel nooit, of zeg maar gerust, nooit één op één buitenlandse EPD's gebruiken in het stelsel zoals wij dat hebben. En dat is niet omdat wij zo nodig wat anders willen doen in Nederland, maar dat is omdat de 15804 simpelweg te veel ruimte laat. Het lijkt af en toe nog wel op een soort kadernorm, waarbinnen nog de nodige keuzes te maken zijn. En dat zijn keuzes die zijn wel vastgelegd in de bepalingsmethode. Maar ieder land en ook iedere EPD-operator, die kan dat op zijn eigen manier doen. En doet dat ook op zijn eigen manier. Dus zo ontstaan de verschillen. Dus het zou mijn voorkeur hebben om dat inderdaad meer Europees te regelen. Zeker daar waar het de niet-locatie-specifieke zaken betreft. En ik vind het ook wel leuk om nog heel even, als ik mag, Jeroen. Want ik zag ook langskomen dat iemand sprak de voorkeur uit voor de PEF-weegzet ook. Hè, van het Joint Research Center, om tot de PEF-indicator te komen. Ik kan het niet laten om inderdaad daarmee in te stemmen. Het zou ook mijn sterke voorkeur hebben om in Nederland niet zelf iets te gaan verzinnen, maar daarbij aan te sluiten. Al was het maar omdat je dan in Europa gewoon een helderder verhaal hebt. Je hoeft dan niet uit te leggen dat we het in Nederland anders doen. Vanuit het verleden begrijp ik het overigens natuurlijk wel heel goed, hè, dat we dit systeem hebben zoals we het nu hebben. Maar nu er zo'n weegzet is en die aansluit bij die 15804A2, moeten we die gewoon gaan gebruiken, naar mijn idee. Oké, nou, dank voor de toelichting van die additionele vraag. Dan stel ik voor nog even één laatste, wat daar wat reacties op gingen. Voordat we definitief afsluiten, was even de vraag dat er in het kader van de PEF voor asfalt al een PEF-CR is. Hij stond niet in het rijtje op jouw slide. Maar er is blijkbaar wat vraag, of misschien verwarring, dat weet ik niet, of dat de asfalt ook al in de PEF zijn meegenomen. Nou, asfalt was geen Europees PCR-document voor, ook geen PFCR-document. En asfalt is wel in Nederland een PCR-document ontwikkeld. En dat wordt ook zeker meegenomen bij berekeningen voor asfalt. Ik zag ook de vraag langskomen van binnen asfaltimpuls is al een werkgroep bezig met verificatieaanpak van asfalt-LCA's. En hebben wij daar contact mee als SBL-toetsgroep? Ja, daar hebben wij contact mee. Dus dat wordt zeker op elkaar afgestemd. Okay. Nou, dat is mooi, denk ik, om dat als afsluiter te gebruiken. Dat we op die manier de verschillende partijen die bezig zijn met alle ontwikkelingen waar we jullie vandaag in hebben meegenomen, ook daadwerkelijk contacten met elkaar hebben. De kennis en kunde wordt uitgewisseld en hopelijk ook systemen en methodieken op elkaar worden afgestemd. Dan zeg ik voordat het hierbij even te laten, als we inderdaad al wat minuten over tijd zijn. En dan toch blijkt een uur wat kort te zijn om alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van LCA mee te nemen. Maar we hopen dat u ervan genoten heeft en veel heeft geleerd. Stel vooral de vragen nog, er staat misschien nog een paar minuten wel even open voor het stellen van vragen in de chat. Mocht dat gesloten zijn, doe ze dan vooral per e-mail, dan kunnen we ze meenemen in de beantwoording.
En zoals eerder aangegeven, u krijgt alle documentatie dus nog toegezonden. En dan bij deze wensen wij u als LCA-team vanuit SGS succes vandaag nog met uw werkdag. En tot de volgende keer graag. En dus tot ziens.